Deze meeting is inderdaad naar aanleiding van de recente criminaliteitsontwikkelingen. We hebben gezien dat we de afgelopen dagen zeker 2-3 beroevingen per dag hebben. En dat heeft dus mij genoodzaakt om aan de bel te trekken en met de korpsleiding in overleg te gaan welke maatregelen, aanvullende maatregelen, er getroffen zouden kunnen worden om het tij weer in het voordeel van de gemeenschap te keren. Laat mij toch wel wat goed nieuws vermelden, maar dat is dan meer op het internationale vlak, waarbij we recentelijk bijvoorbeeld de toetreding hebben gehad van Suriname tot de Egmond groep. Dat heeft te maken met anti-money laundering beleid. We hebben vandaag een verklaring ontvangen van de Amerikaanse ambassade, waarbij is ook is aangegeven voor wat trafficking in person betreft dat Suriname geklommen is naar tier 1. Dat is allemaal mogelijk geweest aan de hand van inspanningen vanuit het ministerie, vanuit het Korps Politie Suriname, vanuit het Openbaar Ministerie, dat we deze status hebben kunnen verkrijgen. Even aan de samen met hun teams, die werken aan die veiligheids- en beheersing. En daar zijn er een aantal strategieën voor. Die worden dus ook gemonitord. En als er een aanleiding bestaat, dan ook en dan worden bijgesteld. Dus dat zijn een aantal concrete dingen die worden gedaan. Die surveillance en zeker ook een actiever inzet van het opsporingsapparaat. Moet ik ook aangeven dat de samenwerking met Defensie heel goed verloopt. We kijken naar meer ondersteuning, naar meer samenwerking, naar een meer hechtere samenwerking. Omdat het heeft bewezen dat we wanneer we samenwerken met Defensie, met het leger, met de andere korpsen, dat we gezamenlijk meer resultaten boeken. Operatie Zero Tolerance is ongoing. Daardoor dus, wordt er meerdere sporen gezeten. Surveillance, algehele veiligheidscontroles. En we hebben gezien dat door inzet van de medewerkers er positieve resultaten zijn geboekt. En wij gaan door met de operatie Zero Tolerance. Ik kan u aangeven dat de afgelopen 2 weken er een aantal verdachten zijn aangehouden. Sommige gevallen betreffen heterdaad gevallen. Maar het is een ongoing operatie.